Hoi, ik ga je laten zien hoe je een plaatje toevoegt aan het spel van Red Cobra. Als ik het spel run, ik heb hem dus al op mijn computer staan, en dan zie ik hier allemaal kamers. En ook die niet meer gebruikt worden, maakt niet uit. Maar steeds voor ik wil een plaatje toevoegen, dus laten we zeggen kamer 11. Nou laten we kamer... even kijken, we hebben hier kamer 6, Kariel. Laten we zeggen, we willen hier een plaatje toevoegen. Hoe doen we dat? Nou, dat ga ik je nu laten zien. We moeten drie dingen doen. Het plaatje moet op de juiste plek komen. Daarna moeten we het plaatje toevoegen aan een resource file, wat dat ook is. En daarna gaan we het plaatje gebruiken in het spel. Nou, het eerste wat we gaan doen, is het plaatje in de juiste folder te zetten. Nou, als ik in de verkenner ga, dan heb ik een folder, Home Reshell, die heet Red Cobra. En daar staat alles in. En daar zit een map in, die heet plaatjes. En daar staan alle plaatjes in. Bijvoorbeeld, dit is dan de achtergrond. Het is een badkamer, die wordt nog niet gebruikt. Volgens mij een boom wordt nog niet. Oh, een boom is dat. Het laboratorium. In ieder geval, oh kijk, dit plaatje hebben we al gezien. Kortom, hier staan onze plaatjes. Nou, als ik een nieuw plaatje toe wil voegen, moet ik die in deze folder zetten. Ik weet dat ik dat plaatje, ik heb een plaatje in download staan, want ik heb hem gedownload. Rainbow Dash, een belangrijke My Little Pony. En dit plaatje kopieer ik, of ik knip en plak hem, naar Red Cobra's in de plaatjes. Kijk, ik heb hem hier neergezet. Hij moet hier dus tussen staan. Mooi, dat is mij gelukt. Volgende stap. Ik ga nu het plaatje toevoegen aan de resource file. Als ik een Qt Creator ben, kan ik hier het project uitklappen. Je ziet, het is een projectfile, onze headers, onze source files, onze forms, dus onze windowtjes. En ook hier de resources. Nou, je ziet, het heeft nog een oude naam, de Jognanos 2018, dat maakt niet zoveel uit. Maar als ik op de rechtermuisknop druk van deze, dan kan ik klikken Open in Editor. Dat ga ik doen. Hier kun je de plaatjes toevoegen. Hier zie je trouwens ook al heel veel plaatjes staan. Dus plaatjes Boom, plaatjes Bowser, plaatjes... Nou, nu doe ik Add Files om het plaatje toe te voegen. En nu ben ik in de map van Red Cobra. Ze staan in plaatjes. En dan ga ik daar Rainbow Dash toevoegen. Bam. Hij zegt, wil je mijn Git toevoegen? Git houdt je versies bij. Jazeker wil ik dat. Mooi, nu staat Rainbow Dash hierbij. En ik run hem al. Hij doet nog niks nieuws. Maar hij weet nu wel van, oké, ja, Rainbow Dash is nieuw. Dan zit het in zijn geheugen. Ik kan hem nu gaan gebruiken. Dat is leuk. Want dat is precies de laatste stap. Ik ga nu het plaatje gebruiken in het spel. Nou, als ik het spel run, dan zie ik dat kamer 6, Kariel's kamer, die is nog een beetje saai en ik wil hem daar dus in hebben. Ik wil dat hier Rainbow Dash komt te staan. Nou, wat ik ga doen, ik ga naar de forms. En ik ga naar de kamer van Kariel. Daar dubbelklik ik op. En dan zie je hier Kariel's kamer. Nou, je ziet, hij heeft een plaatje. Wou die daar toevoegen? Het is hem echter niet gelukt, want je kunt hem niet zien. Ik delete hem ook gewoon. Dit plaatje zagen we net niet. Dat komt omdat hij het niet goed heeft gedaan. Dus ik doe delete. Bam, plaatje weg. En ik ga nu wel Rainbow Dash toevoegen. Nou, daarvoor pak ik een label. Waar staat de label? Daar. Label. Tak. Nou heb ik een label toegevoegd. Ik noem hem ook hier. Noem ik hem plaatje. Ik noem hem gewoon plaatje. Het is een label. Dan klik ik erop. En dan scroll ik naar onder toe. En dan kan ik bij Pixmap kan ik kiezen Choose Resource. Dat moet ik hebben. Als ik in Choose Resource kom, dan zie ik hier de plaatjes. En daar staat Rainbow Dash. Er staat Rainbow Dash er niet tussen. Dan had je het programma even een keer moeten runnen zonder. Voordat je dit doet. Want dan staat hij er namelijk wel tussen. Nou, nu ziet Rainbow Dash er nog niet zo heel mooi uit. Dat komt omdat hij transparant is. Dus ik trek hem even wat groter. En nu ziet hij erin. Als ik nu het spel run en ik ga naar Kariel's kamer. Dat is kamer... Hier, zie je, daar staat Rainbow Dash.
Nou, ik heb je dus met deze... Oh, dat gaan we natuurlijk even in Git ook even save, hè. CD Red Cobra, want ik heb hem al gekloond. Als ik nu Git status doe, dan zie je een aantal dingen die veranderd zijn. Er is een plaatje toegevoegd. Ik heb een resource toegevoegd. Ik heb de kamer van Kerriel toegevoegd. En ik heb dit bestand toegevoegd wat ik nu weg ga gooien. Dus dit is niet zo heel belangrijk. Als ik nu git status doe, dit is allemaal goed. Nou, git add min al dubbel slash git commit min m plaatje van rainbow dash in Kyriel's kamer toegevoegd. Git push. En nu staat het ook op de website. Nu kan dus iedereen van Red Cobra, als hij zijn repository poolt, bij mij is hij up-to-date, maar voor iemand anders als hij nu git pool doet, krijgt hij de kamer van Kerriel met het plaatje van Rainbow Dash. Mooi, dat was mijn video. Ik wens je nog een hele fijne dag. Houdoe!